Hey, hallo, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan wij in deze video kappertje spelen met Play-Doh. En ik ga ook weer heel veel kinderen de groetjes doen in deze video. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal met dat knopje hier beneden en dat belletje. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als we een nieuwe video hebben. Dus eerst even op het knopje drukken en dan op het belletje. En dan krijg je gratis een berichtje. Kom, we gaan snel beginnen. Jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag weer iets gaafs van Play-Doh. Namelijk kappertje. Ja, we gaan vandaag kappertje spelen. Ik heb deze doos op Marktplaats gevonden en ik dacht, dat is leuk. En die ga ik vandaag met jullie uitpakken. Zijn jullie er klaar voor? Kom, dan gaan we alles eruit halen. Zo, eens even de doos kijken. Dit is wel heel erg grappig wat je er allemaal mee kan doen. Een stropdasje kan je zelfs maken, zie ik hier beneden. Leuke haartjes, een kam, een föhn. Nou, laten we eens even beginnen met alle spulletjes erbij. Hier hebben we de kapperstoel. Kijk eens even. De pop, die ziet er leuk uit, zeg. Eens even kijken. We hebben nog meer. Verschillende haartjes. Alle kapperspulletjes. Kijk nou toch. Shampoo. Of scheerschuim. Scheerschuim. De kleedjes. Oké. Laten we even alles netjes neerzetten. Een föhn. Handig om die hier neer te zetten zo. Een kam. En een borstel. Een soort krulborstel lijkt dit wel. En een scheerapparaatje. Oké. Maar we beginnen natuurlijk met de klant. Die gaan we eens even mooie haartjes geven. Kijk, let op. We gaan eens even beginnen met mooie haartjes. Wat voor kleur zullen we deze meneer gaan geven? Eens even kijken. Ik vind het wel leuk om een beetje geel haar te doen. Kijk, zit hier ook geel in? Kijk eens even. Een beetje geel. Hé, daar zit nog geel klei in. Met, zullen we eens iets geks doen? Rood. Ja, laten we die eens even door elkaar gaan mengen. Let op. En hoe doen we dat nou? We halen een beetje rode klei eruit. Zo. Maak er een bolletje van. Dan de gele klei. Let op. Zo. Maak ook een beetje een bolletje van. Dan mengen we dat door elkaar. Dat hebben we al eens vaker gedaan, zoiets. En dan krijg je straks hele leuke kleurtjes door elkaar. Kijk. Dan pakken we de pop. Die drukken we hier zo helemaal in. Let op. Huppakee. En dan gaat het gebeuren, jongens en meisjes. We zetten de pop erop. Dan draaien we hem even vast. Zo. En dan gaan we hier op dit hendeltje gaan we drukken. Let op, gaan we naar beneden toe. Dan moeten jullie hier op het haar letten. Komt-ie hoor. Daar groeit het haar al. Moet je wat langer? Ja, dat is wel leuk, hè? Langer. Nog langer. En kijk eens wat er gebeurt. Hey. De haartjes krullen een beetje om zo. Kijk eens even. Dat is leuk. En nu hebben wij natuurlijk ook een schaar. En dan kunnen we de haartjes netjes een beetje knippen. Knip. Knip. Achter nog een beetje. Knip. Kijk eens even. Die krijgt mooie haartjes. Zo. Hier nog een stukje. Kijk, dan is het dan wat korter haar. Dan pakken we de kam. En kunnen we de haartjes een beetje mooi kammen. Kijk eens even. Heel leuk. Zo. Hé, hey, dit is mooi. En dan geven we even een spiegeltje. Kijkt u eens even in het spiegeltje. Zie je dat?
Hey, leuk. Dat ziet er mooi uit. Ik hoop dat u een beetje tevreden bent, meneer. Kijk, ik kan ook nog zo de föhn en de kam in de handen doen. Hey, grappig. Zo, maar we kunnen ook andere soort haartjes maken. Laten we eens even kijken. Halen we dit er eens even af. Komt u maar, meneer. Halen we even het hoofdje eraf. Zo. Halen we dit er even uit. Kijk, en dan kunnen we bijvoorbeeld ook deze haartjes erop zetten. En dan schuiven we die zo. Maar heel grappig. Schuiven we er zo op. En dan doen we eens even gek. Dan doen we bijvoorbeeld blauw met oranje haar. Pakken we de blauwe klei. En die mengen we dan even met de oranje klei. Kijk zo. Oké. Die stoppen we hier weer onderin. Kijk. Huppa. Dan zetten we de pop. Kijk. Zo hierop. En dan kunnen we hem draaien. Kijk, dan zit hij vast. Nou, hou maar even het borsteltje vast. En de föhn. Let op jongens en meisjes. Ik ga hier weer op drukken. En dan komen hier de haartjes zo uit. Zijn jullie er klaar voor? Komt ie. Kijk, nu heeft hij een beetje rechtopstaande haartjes. Dat is natuurlijk een beetje gek. Die kunnen we zo mooi kammen. Oké. Dat ziet er netjes uit. Hey, leuk hè? En dan kunnen we hier wel een klein stukje van afknippen. Maar dat hoeft niet heel veel. Zo, hier een beetje. Huppakee. Nou meneer, dit ziet er eigenlijk wel netjes uit. Zo vind ik. Wilt u even in het spiegeltje kijken? Eens even kijken, het spiegeltje er even bij. Kijk eens even. Netjes, blauw met oranje haar. En jongens en meisjes, weet je wat ook heel grappig is? Dat zie ik nu pas. We kunnen ook een snor maken. Zullen we dat eens even gaan doen? Maar voordat ik nu deze snor ga maken, wil ik eerst nog de groetjes doen aan de kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Ashraf, Alexis uit Brunsum, Florentijn, Monika en Manuela Smans, Tamara, Thomas, Melle, Lucas, Envy van 4 jaar, Romee, Kik en Finn, Dilano, Liam, Otman van 5 jaar en Mohammed van 12 jaar, Chloe Lois, Mees, Floor, Amber. Want Amber is jarig geweest. Thomas, Jace Schuurmans uit Gennep. Max de Vries van 3 jaar uit Blijham. Wout, Levi Dirks, Jesslyn van Rossum, Sen Dols en Amy en Julian. Heb ik jouw naam nou niet genoemd en wil jij volgende keer de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Zo, eens even kijken. Ik had beloofd om nog een snor te maken voor dit poppetje. Dat is wel heel grappig. Kijk eens even. Hieronder heb je een baard, een snor. Nou, ik vind een snor wel leuk. Dat doen we van bruine klei. Kijk, moeten we dan hier instoppen. Beetje stevig aandrukken. Zo. Oké, dan zit hij erin en dan moeten we met een wat groter stukje klei, moeten we die er weer uithalen. Dan doen we zo, dan drukken we dat aan en dan, kijk. Oh, wat grappig. Dit is toch leuk, jongens en meisjes. Kijk eens even. Dan gaan we eens even de snor opplakken, kijk. Hé, hey, is dat niet grappig? Hihi, kijk nou toch. Een snor. Haha, dat is leuk. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als er weer een nieuwe video is?
Abonneer dan op ons kanaal met dat knopje hier beneden. En dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!